Het belangrijkste voor ons is ja, dat het uit de illegaliteit is. En dat wij als coffeeshop gewoon normaal onze spullen in kunnen kopen bij iemand die ja, het recht heeft om te kweken. Want als je iemand het recht geeft om te kweken, dan kan die man zijn tijd ervoor nemen. Hoeft hij zich niet te haasten. Dan krijg je een beter product. Ja, het is nog steeds een schimmige circuit. Niemand weet eigenlijk hoe het gaat. Het gebeurt. Het komt via de achterdeur binnen. Het gaat via de voordeur er weer uit. Maar het achterdeur, ja, wat is het? Het is, ja, je moet het ergens kopen. En die persoon, die betaalt daar geen belasting over. Die betaalt zijn stroom misschien niet of zijn water niet. En zodra het uit het illegale circuit is en bij ons terechtkomt, gaat het legaal de deur uit. Want wij betalen natuurlijk netjes onze belasting zoals het hoort. En als de andere partij dat ook zou doen, dan kan het alleen maar beter worden. Want zoals ik al zeg, het product wordt beter. Je hebt een betere kijk op het product. Je weet waar het vandaan komt. Je kent het zaadje, je kent de plant, je kent de oogst. Het is 100% is het biologisch. Dat is iets waar je nu natuurlijk nog geen controle op hebt. En je nooit geen 100% zekerheid over hebt. En als het dan nu ligt, wanneer zou dat in moeten gaan? Liever nu dan morgen.